Deurne Doet Het is een manier van samenwerken tussen de gemeentelijke buitendienst, het werkbedrijf Sensor en jou. Binnen Deurne Doet Het geven wij uitvoering aan het onderhoud in de openbare ruimte. Dat doen we door zo slim mogelijk gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Waarbij dat we heel veel ruimte geven aan bewoners die met initiatieven komen en die we dan vervolgens ook faciliteren. Als voorbeeld speeltoestellen onderhouden, onderhoud van de beplanting in de provinciewijk, snoeiwerkzaamheden en opruimwerkzaamheden. Nou, dit is de gemeentewerf, het hart van Deurne Doet Het. Vanuit hier starten wij elke ochtend onze werkzaamheden op. Hey jongens! Goedemorgen Joep! Jos, goedemorgen! Goedemorgen Joep! We hebben de nieuwe bussen en de nieuwe strooiers binnen. Het sleutelsysteem is aangelegd. We gaan ergens in de loop van volgende week leggen we daar ook nog een keer uit. Zo, de jongens zijn weg. Ik ga naar binnen. Hey Koen! Hey Joep! Naast het reguliere beheer en onderhoud komen er ook ideeën van bewoners binnen en die worden hier uitgewerkt, voorbereid en gepland. Ik sta hier voor het gemeentehuis in Deurne. Binnen Sensor hebben we de opdracht om mensen aan werk te helpen die dat op eigen benen niet lukt. En één van die vakgebieden waarin we werk kunnen bieden is het vakgebied groen. En juist in dat vakgebied zit onze samenwerking. Binnen Deurne doet het. Dit zijn Anne en Dorothee, twee collega's uit het gebiedsteam Deurne. Zij werken dagelijks aan de begeleiding van mensen naar en in werk. Binnen Deurne Doet Het werken ongeveer 15 medewerkers van Sensor dagelijks vol trots aan een mooie openbare ruimte. Ik ben hier een jaar geleden komen wonen. Een toffe, leuke buurt. Het zag er op sommige punten niet zo mooi uit. Dus ik ben aan de slag gegaan met Deurne Doet Het. Onder andere deze heg was veel te hoog. De takken van deze bomen hingen helemaal op het hekwerk. En de planten in deze bakken waren helemaal verdord. In samenwerking met Deurne Doet Het hebben we binnen 3 weken gerealiseerd dat de haag is gesnoeid, dat de bomen op een topper weer uitzien. En de bloembakken hebben we met Burendag met z'n allen weer mooi beplant. Ik ben super blij dat het zo mooi is geworden. Hallo, goedemiddag. Hallo, ik ben een wijkwerker in de gemeente Deurne. Ik kom graag in contact met mensen in de wijk om de sociale samenhang en de betrokkenheid onderling te stimuleren. Wanneer de inwoners mogelijkheden zien of ideeën hebben, dan breng ik ze in contact met Deurne Doet Het. We hebben elkaar nodig om Deurne mooier te maken.